De veelzijdige mediaman en radio-icoon Roé James Hupsel is vandaag na een ziekbed overleden. Hupsel heeft langer dan 40 jaar zijn bijdrage geleverd aan de omroep in Suriname. Onze redactie sprak radioprogrammamaker tevens journalist Rosita Leeflang over de samenwerking die ze heeft gehad met Hupsel sinds zij ongeveer 30 jaren geleden bij de radio begon. Een emotionele Leeflang vertelt dat Hupsel een bijzondere radiocollega is geweest. Als jonge journalist heeft ze in de tijd veel van hem mogen leren als het gaat om de omroep. En veel jonge mensen die met hem hebben kunnen werken, kunnen ook daarover praten. We kunnen gerust zeggen dat het een radio-icoon is die niet meer in ons midden is. Hij is een paar jaren geleden is hij met pensioen gegaan bij SRS, maar radio zat in zijn bloed. Dus hij is toch doorgegaan met radio maken, toen bij ABC. En we hebben in al die jaren contact met Roé blijven houden. Hij deed altijd met ons mee. Roé heeft veel met ons jongeren gewerkt toen. En we konden altijd bij hem terecht voor wat dan ook. Maar hij was ook altijd aan voor een uitje. En die tories die we altijd met Roé hebben gedaan of besproken. Wat ik het meest adoreerde aan Roé was, hij had een rijke fantasie. Mijn gunst, Roé had echt een hele rijke fantasie. En het verbaasde me dan ook niks toen hij boeken begon te schrijven. Hij heeft, ik dacht, een paar boeken uitgebracht. Hij heeft zelfs een prijs gewonnen. En ja, we verliezen echt een bijzonder mens in Roé. Leeflang benadrukt dat Hupsel een oude stempel binnen de radiowereld in Suriname is. Daarnaast heeft ze hem gekend als iemand die veel kennis had over de geschiedenis. Soms wanneer ik begon te praten, dacht je, ja man, die is mopen aan info, die zie. Hij had echt, hij las veel, hij wist veel. En ik denk dat zoals radio gemaakt wordt, Roé begon radio te maken in een tijd waarbij toen ook de andere iconen in de radiowereld, waarvan een paar ons inmiddels ook zijn voorgegaan, toen die mensen radio maakten. Dus soms als hij naar de radio luisterde vandaag aan de dag, dan zat hij zich ook te ergeren. Want hij denkt, naast aan die zwekaar, u heet toch radio. Dus ik denk dat we een goede mentor kwijt zijn geraakt. Hij luisterde vaak nog zelfs naar mijn uitzendingen. En ja, we missen echt. Echt een bijzonder persoon. Een goede vriend. Bij de SRS hadden we een familie, of hebben we een familie, van oud-SRS'ers. En daar was hij ook nog onderdeel van. En ja, hij was familie. We gaan hem echt missen. Hupsel werd 79 jaar en laat 3 kinderen achter.